We hebben je een hele hoop wat we willen laten zien. Bijvoorbeeld even terugblik op gisteravond, want toen begon het natuurlijk. De eerste dag, hemelvaart, traditiegetrouw. Het was mooi weer, Brabantse nachten zijn lang. Met camera hebben we op pad gestuurd Sam Franke en hij is heel openhartig. Hij heeft gewoon wat op te biechten. De avond is inmiddels gevallen hier op dag 1 van Breda Jazz. Menig Bredana zal zijn oren niet geloven, maar dit is voor mij de allereerste keer hier bij Breda Jazz. Dus wij gaan nu op pad. Kijken of ik nog wat kan opsteken van deze Bredanaren hier. Nou, heeft zo leuk aan vanavond. Nou, dat we bier kunnen drinken. Is dat het echte toppunt? Kom je voor de muziek of niet? De muziek blijft natuurlijk ook hartstikke mooi. Je live optredens hebt, blijft geweldig hier. Maar het bier maakt het wel ietsje leuker. Wat is nou echt kenmerkend voor zo'n avondje jazz? Oude bekenden tegenkomen, oud Breda, vele podia, helemaal mooi. Heel Breda komt bij elkaar. Snap je? Ja, dat is het. Dat is hem. Dat is hem. Kom jij hier ook vaak of niet? Nee, eerste keer Breda, eerste keer. Oh, mijn eerste keer? Ja, is dat zo? Ja. Nou, we zitten in hetzelfde schuitje. Nou, mooi man, mooi. Ja. Maar ben je hier al lang of niet? Ja, sinds een uurtje, 2 vanmiddag. Waar is het tof? Waar moet ik naartoe? Ja, hier is het tof. Maar is het hier tof? Ik weet de namen niet man, maar het is wel tof. Dankjewel. Ik vind het sowieso mooi dat je u zegt. Ja, laat ze maar beleefd houden dan. Ja, toch? Mag ik je zeggen? Je mag je zeggen. Nou, wat vind je er nou zo leuk aan dan? Gezelligheid, veel mensen, veel praten, hou ik van. Krijg je energie van. Dat is lekker. Ja, toch? Top sfeer. Geniet ervan. Top, heel erg bedankt. Fijne dag nog. Tof aan. Ja, het is gewoon gezellig hier. Die gozer gooit met u net een solo uit zijn broekzak. Ja, dat is fantastisch toch? Het is vooral gewoon de sfeer. Ja. De mensen, het publiek, alles. Jazzgangers, hè? Ja. Elk jaar op de kalender? Elk jaar. Elke dag. 4 dagen aan een stuk. Nou, hoort je het? Ja, tuurlijk. Kom je nou vaker? Ik ben de Bredanaar, geboren en getogen. En weet je wat het belangrijke hier is, wat we leren? Wat denk je? Bier drinken. Goed geraden. Ik denk, hoe lang komen we hier al? 30 jaar? Zoiets? Ja, zoiets ja. Ja, 20. Zo, nou. Dus dat elk jaar staat het standaard in de agenda omcirkel. Ja, altijd. Ja, net carnaval, alles moet hier voor wijken. Altijd op 30 mei zijn we hier. Ja. Of het nou jazz is of niet, maakt niet uit. Gewoon. Altijd. Ja. Dat is de mentaliteit hier, hè? Nou, kom, heel bedankt. Fijne avond. 30 mei, ja, dat is leuk om dat te onthouden, maar dat werkt volgend jaar niet. Hè? Mensen gewoon denken aan hemelvaart, dat is natuurlijk altijd een andere datum, maar dan weet je wel, het is gewoon Breda Jazz. En met zo'n 250.000 bezoekers die echt uit alle windstreken komen, zitten daar ook heel veel mensen tussen die zelf ook muziek maken. Dus Sam Franke, die je daarnet ook zag, gisteravond nog aan de boemel, die ziet iemand met een trompet en die zegt, doe eens even een moppie spelen dan. Nou, dat was niet zo'n probleem. En dan krijg je dit. Thank you.
Als je in de binnenstad woont deze dagen niet gaan klagen over geluidsoverlast. Hè? Dat mag gewoon tot 1 uur 's avonds. Heeft ook geen enkele zin. Maak goede zin en pak gewoon wat van het programma mee. Breda Nu.